Goedendag. We staan aan het begin van een weekend. Ja, dat er nog wat vocht aan wordt gevoed vanaf de Noordzee en dat betekent dat de bewolking de overhand zal hebben. Weinig ruimte voor de zon, maar wel Heel weinig wind en misschien een zondag een spatje regen. Jeroen van Zomeren uit de Capelle aan den IJssel die stuurt deze foto hier achter mij. Vrije plaat van de skyline van Rotterdam. De foto is trouwens al eerder genomen deze week. En als u goed kijkt, dan ziet u hier zelfs ook nog een ballonvaarde. Als we kijken naar vannacht, dan is het rustig en droog in het Rijnmondgebied. Het is bewolkt, er kan nevel of mis gaan ontstaan. Vrijwel droog en het is toch wel zacht hoor, 15 à 16 graden. Dus het koelt eigenlijk nauwelijks af. Ja, dan morgen overdag, de zaterdag, lijkt het weer wat sprekend op dat van vandaag. Een grijze dag, nauwelijks zon, op de meeste plaatsen droog. Er zat ook weinig wind, een zwakke hooguitmatige wind, windkracht 2 of 3, uit het westen tot noordwesten. En de maximumtemperatuur komt uit op zo'n 20 of 21 graden. Maar in de loop van zondag dan passeert er vanuit het noordwesten een zwak koufront. Dan zou er even tijdelijk een buigje kunnen vallen, een spatje regen, een temperatuur van de graad of 19. Ook dan weinig wind. En begin volgende week is het best wel aardig weer, met een mengelmoes van zon en bewolking. Vrijwel overal droog en een temperatuur van ongeveer 19 graden. En de wind die houdt zich voorlopig nog wel gedeisd. Ten slotte nog deze weerfoto van Richard van den Engel uit Spijkenisse. Nou, maakt u dit weekend ook mooie weerfoto's, bijvoorbeeld van de Wereldhavendagen, stuur ze in naar weerfoto.rijmond.nl. Geniet van het weekend en heel graag tot maandag.